In de eerste plaats wil ik zeggen dat ik als bouwfonds, als ontwikkelaar, deze gemeente als zeer geliefde en zeer sterke woongemeenschap vind. Dus het is een prima gebied en gemeente om te wonen. Dus dat in de eerste plaats. Wat maakt het dat het zo prima is? Ja, wat ik net in de discussie ook al constateerde, is dat Houten natuurlijk hoofdzakelijk een grondgebonden milieu kent. En dat is toch wat mijn ervaring is, dat heel veel huurders en kopers in Nederland gewoon zoeken. Een woning in een voor- en een achtertuin. Volgens mij 90% van Houten biedt dat gewoon. Dat bepaalt die menselijke maat en het comfort waar men wil wonen en zijn gezin op wil laten groeien. Dat is volgens mij een kwaliteit van Houten. Rondweg, geen doorkoppeling tussen wijken. Hele goede fietsstructuur. Groen natuurlijk. Je rondom een spoor bouwt, een belangrijk gegeven. Hè, want een houtenaar spoort veel meer dan een niet-houtenaar, om zo maar even te zeggen. Hè. Niet alleen maar groen als groen, maar ook groen als groen om te gebruiken. Waar je doorheen fietst, waar je doorheen wandelt, waar je mensen ontmoet. Wat op strategische plekken in de stad ligt. Ja, dat is toch wel de kern geweest van het gedachtegoed van Rob Derks. En wat ook de kern is, denk ik, van de kwaliteit van houten. De wal er rondomheen, die de bebouwing ook echt afsluit. We hebben nu gezegd van ja, we willen ook iets meer naar buiten toe. Mm-hmm. Ons gezicht laten zien. Dus bijvoorbeeld Overdam is heel mooi. En daar zelfs met de woningbouw rekening gehouden. Daar woon je dus op verdieping. Ja. En je kijkt zo fantastisch mooi uit over dat landschap. Ja. Dus ik wil van hier naar een speelplaats. Ik wil van daar naar school. En ik wil van daar naar het centrum. Dus dat zijn iedere keer een verschillende afstand. En wij zorgden in principe voor dat die afstanden binnen 100 meter van een woning moest je toch op zijn minst een speeltoestel. De zuidelijke bevolking leeft op straat. Wij niet, wij leven in onze huizen. Dus het leven op straat moet je bijna hebben van het verplaatsen ergens naartoe. En als je nou te veel gaat scheiden, dan worden de straten leeg. En dat is nu nog niet het geval, maar met de vergrijzing, met de verdunning van de woningen, denk ik dat een hele belangrijke opgave is, hou die fietsdragers, om zo maar te zeggen, hou die leefbaar, hou die veilig. Houd daar voldoende reuring. In het buitenland komen hier ongelooflijk veel mensen kijken. En ik volg die discussie op die fora een beetje. Men is ontzettend enthousiast over de fietsstructuur van Houten. Het is echt werkelijk een kwaliteit. Kunt u ook voorbeelden in het buitenland? Waar het op deze manier gedaan is? Nee, dit is echt uniek in die zin. De menselijke maat. Dus denken vanuit de mens, denken vanuit de menselijke maat. Niet denken vanuit de auto of denken vanuit de economie. Maar juist vanuit de mens en het gebruik wat de mens van de ruimte maakt, dat is de kracht van het ontwerpen van Rob Derks. En dat is ook de kracht van Houten. Een mooie gemeente, met veel groen, veel fietspaden. Voor jonge kinderen vooral veel speelmogelijkheden, veel speelveldjes. Ja, en toch heel prettig. Alle voorzieningen zijn hier, je hoeft eigenlijk niet houten uit. Ik ben blij dat ik hier woon. Ik woon hier nog niet zo lang, een jaar of vier geloof ik. Verder heb ik altijd niet echt hout. Wat vind jij van Houten? Ik vind het een heel leuk dorp. Ik vind zelf dat het eigenlijk een stad moet genoemd worden, want het is al heel groot. En ik vind dat er gewoon genoeg speelplaatsen zijn bij ons in de buurt. En ik vind het een heel leuk dorpje. Ja. Ik woon hier nog niet zo lang, maar ik ken wel de streek, want ik ben in Werkhoven geboren. Dat is niet zo ver hier vandaan. En het bevalt me eigenlijk goed. Ik mis wel een beetje een gezellige kern. Dus daar moeten we voor naar het plein, zeg maar. Dat heb ik ontdekt. Maar verder is hier alles. En het is een hele groene, fietsvriendelijke gemeente. Daar ben ik ook achter. Ik denk prima wonen hier. Ja. Ik vind Houten vooral wel gezellig. Het is een beetje klein. Ja, je ziet mensen die herken je overal wel een beetje van, zeg maar. En voor de rest, je merkt wel dat mensen vrij op zichzelf zijn. Als ze elkaar niet kennen hier, dan hebben ze al gauw zoiets van, oh, die is hier nieuw of zo, weet je wel. En voor de rest, ja, voor jongeren is het misschien een beetje, er is niet heel veel te doen qua uitgaan of zoiets. Dus ik hoor wel vaak dat jongeren hier zoiets hebben van, nou ja, ik ga liever naar Utrecht of zo. Maar ik vind het fijn om hier te wonen. Het is vrij rustig en ik zou hier ook wel mijn kinderen willen opvoeden of zo.
Nou, ik woon sinds 2008 in Houten en mensen die niet in Houten wonen, die zou ik het liefst willen adviseren. Kom hier wonen, vooral als je ook kinderen hebt, want het is een ruime stad, vind ik, ruim opgezet. Het is ook nog fietsvriendelijk, in die zin zijn er heel veel fietspaden. Er is meer fietsers op de weg als auto's. Ik zou je aanraden, ga voor Houten kiezen. Ik vind het om te wonen prima, maar ik leef pas weer als ik in Utrecht ben. Er is meer levendigheid. Dat vind ik gewoon jammer dat dat hier niet is. Ja, blijf hier toch dorps. Dat is helemaal niks. Nou ja, of weet je, dan denk ik, dan is er een festiviteit en dan is de Laplace dicht. Weet je, en dan denk ik, ja, maak dan wat leuks van dat plein. De kermis mag wel op het plein. Maar bijvoorbeeld met Koninginnedag, wat de gezelligheid in het centrum brengt, dan mag daar geen kindermarkt zijn. Dat vind ik echt jammer. Er valt veel meer van te maken, denk ik. Een prachtdorp. Een leuk en gezellig dorp, slash stad. Ik kan vooral zomers, winters op het rond hier leuke dingen doen. We hebben wel leuke dingen georganiseerd. Ja, eigenlijk gewoon een heel leuk stad om in te wonen. Altijd lekker gezellig. Is er voor jongeren genoeg te doen? Niet echt. Maar het voordeel is dat je hier het station dichtbij hebt. En Utrecht is 3 minuten met de trein. En dan, daar is zat te doen. Het is wel een beetje middenklas, upperklas plaats. Dus als ik vergelijk met andere plaatsen, dan zie je toch veel meer verschillende bevolkingsgroepen. En dit is toch eigenlijk een beetje een blank dorp, moet ik eerlijk zeggen. En ik weet niet of het voordeel is of niet, maar ik zie mijn kinderen opgroeien hier en denk ik, ja, jullie zijn niet echt bekend met de echte wereld. Ik vind Houten heel erg leuk, mooi, gezellig, qua wonen ook heel erg goed, ja. Groen, hoop te doen voor de kinderen, ja, ik vind het geweldig. Ik kom zelf uit Utrecht en ik vind het een leuke stad eigenlijk. En als je het vergelijkt met Utrecht, wat is dan anders? Rustiger, ja. Het is rustiger en gemoedelijker. Ja. Ik vind het prettig wonen in ieder geval. Ik ga ook graag naar Utrecht toe, voor de gezelligheid. En de grachten. Als ik terugkom vind ik het hier toch superleuk.